Drie maanden na de wereldpremière van de spektakelmusical 4045 heeft James Cook de rol van Louis overgenomen van Jonas van Geel. Zondag kreeg James zijn officiële première en dat was voor hem toch wel een belangrijk moment. Hé, hé, amai. Chapeau voor de mensen die dat hier al 100 keer hebben gespeeld, hoor. Ja, het is een intense show en je voelt dat wel, ja. Ik voel het toch. Doe maar! Doe maar! De volgende maanden zal James elke dag aan de zijde van Jelle Kleijman staan. Jelle is een acteur die heel veel geeft. En dat is fantastisch, in zulke verhalen heb je dat ook nodig. Het is altijd een beetje geven en nemen, maar je kunt gewoon op hem bouwen. En dat is fantastisch. En het is niet alleen een zalige acteur, maar ook een zalige collega ook, die u motiveert en die u steunt, waar nodig. James had met Dancing with the Stars en Gert Last Year een druk najaar. Nu hij in 4045 zit, is er minder tijd voor andere projecten. Even niet, hè. Maar dat mag ook even, hè. Even rust op televisie en dan vliegen we er weer in met Gert Leepmeijt. Eind maart neemt James afscheid van zijn personage Louis in 4045. Maar dat is niet noodzakelijk een definitief afscheid. Nee, ik ga nog ook verder spelen. Ik ga nog af en toe, wanneer ze mij nodig hebben, we hebben dat ook afgesproken, van kijk, als er een keer een ziek valt of dit of dat, dan mogen ze mij altijd bellen. Ik heb het 10 keer gespeeld en na nummer 2 heb ik dat al gezegd. Ik zei, by the way, als jullie nog een keer iemand zoeken na maart, mogen ze mij ook nog altijd bellen. En dat komt echt omdat ik voel dat ik het enorm graag doe gewoon. Jouw mama zat vandaag in de zaal. Was dat belangrijk voor jou? Ja, altijd. Mijn mama moet er altijd bij zijn. Ze was er elke keer aanwezig bij Dancing with the Stars. Ze was de allereerste keer aanwezig op de boot. En bij zulke avond moest ze er zeker ook bij aanwezig zijn. Dat is mijn rot. Alles. Hoe trots ben jij op jouw zoon? Ja, enorm. Ik ben enorm trots. Ja, ik vind dat hij dat enorm goed gedaan heeft. Hij is altijd heel onzeker over zijn zingen en zo, maar dat is onterecht. Ja. Ik vind het heel beklijvend, heel mooi. Ik ben een beetje van mijn kabaal.